Europees voetbal. De eerste kans van de wedstrijd is voor Van Hout namens Roda. De redding is van Hilbers die de Ron verving. Van Hout spelend zonder zijn vaste Belgische maat Peters naast hem. Die was geblesseerd. De plek werd nu ingenomen door Tjoetang. Die heeft hier de bal. Besluit zelf te schieten. En schiet rakelings langs het doel van Hilbers. Dan Van der Leur met de vrije trap. Hilbers twijfelend eruit en heel goed afgerond door Tjoetang. Van buiten de 16 meter. En die introduceert de Afrikaanse vreugdedans op Kaalheide. Winnaar ook van de Afrika Cup met Kameroen. Bernard Tjoetang voor het eerst weer in de basis sinds dat toernooi. Twijfelend eruit door Hilbers. Goed afgerond door Tjoetang. Vooral goed gekeken. Balende Hilbers. En zo werd het weer een zware klus voor Cambuur. Hens was dit, genegeerd door Westerink. En dan uiteindelijk gered door Kalac. Bij Roda achterin ontbrak ook de geblesseerde Vrede. Dit was Goudmijn, wiens inzet van de lijn werd gehaald. Van Haren dan namens Roda JC, dat aardig speelde vlak voor de rust. Zaffarin hier teruggelegd, hard geschoten door Lawal, die het zijnet raakt. Zaffarin dan, kruis naar binnen. Tjoetang en Van Hout liepen elkaar wat in de weg. Van der Leur brengt de bal opnieuw voor en goed gedaan door Van Hout en door Hilbers. En zo bleef het lang 1-0. Maar kwam Cambuur vooral in de eerste helft niet echt aan aanvallen toe. Vrije trap van der Leur. Luipers hoog boven Hilbers uit, die weer niet al te sterk was. Bij een voorzet van de zijkant. Vlak voor rust 2-0 voor Roda JC. Mooie vrije trap van der Leur. Uitstekend gekopt door Luipers. Mee vanuit de laatste lijn bij dit soort momenten. Comfortabele voorsprong dus voor Roda bij de rust. Maar aangevuurd door Gert Kruis vloog Cambuur uit de startblokken in de tweede helft. De inzet van Alfle en opnieuw Ferrier. Twee keer Kalac. Cambuur dus dapper, kwalitatief, minder dan Roda JC. Maar op karakter kun je ver komen, weet ook Kruis. Hier nog een keer Ferrier. En Roda krijgt de bal niet echt uit de verdediging. Dus blijft Cambuur drukken, Ferrier buitenom. Goed om zijn man heen en daar knap bij de eerste paal ingeschoten door Goudmijn. 2-1 en perspectieven voor Cambuur. Goed afgerond door Goudmijn in de korte hoek. Kalac kansloos. Hij kreeg overigens ook de enige gele kaart van de wedstrijd. Dan dit moment. Let op, Van Hout bovenin. Liep terug uit buitenspel. Westerink laat verder spelen. En hier wordt het 3-1 door Lawal. Goed afgemaakt. Cambuur boos. Luipers kopt. Kijk boven in beeld naar Van Hout. Die loopt buitenspel, maar neemt niet deel aan het spel. En dus werd er terecht verder gespeeld. Hier Lawal. Tjoetang wil ook nog wel. Maar nog net niet weggeduwd door Lawal. Die het goed afmaakt. 3-1. De protesten van Cambuur bij Westerink hadden geen zin meer. En weer een verschil van 2 doelpunten. En dat bleek voor Cambuur te veel, want het kwam er daarna niet echt meer aan te pas. Hier nog een aanval van Roda JC met Domernik, die weer in de basis stond door de afwezige en overgeschoten door Zaffarin. Nog een kansje voor Roda, ingeleid door Tjoetang, die goed speelde naast Van Hout. Domernik dan, hij nog een keer van afstand, gepakt door Hilbers. En zo bleef het bij 3-1 op Kaalheide en stijgt Roda.